toe. U meet heel vaak met twee maten tussen Denk aan de PVV. Ja. Allemaal door de partij Denk van meneer Azarkan. Maar dit is een scène bewust om voor de verkiezingen een motie in te dienen om Denk te bashen. Ja. En daar trapt Denk niet in en heel Nederland niet in. Waar hebben wij ooit Surinamers vervelend in de hoek gezet? Dat is... Ja, dan moet ik de heer Öztürk het woord geven, omdat u hem een vraag stelt. Oh ja, dat had ik dan niet zo moeten doen. Was ik mij niet bewust, voorzitter. Nee, maar dat geeft niets. Maar ik wil toch dat we het debat voeren op inhoud. En het gaat vanavond over uitkeringsfraude. Ja, precies. Dus ook collega's erbij halen en personen zou ik dat even weglaten. De heer Öztürk. Voorzitter, de heer De Graaf haalt de hele Turks-Nederlandse gemeenschap. 500.000 mensen. En dan denk ik van, dan geef ik hem antwoord. Dan laat ik hem de spiegel zien. De spiegel staat, de heer De Graaf, op de foto met fraude. Waar en wanneer? Nu feiten. Hier. Nu hier, feiten. Ik heb hier. Bewezen hier heb feiten. Je, bewezen nu. Feiten, hier. Heb je ik niet. Heb meerdere malen, voorzitter, hier aangegeven dat de heer De Graaf andere mensen met fraude geen uitkering wil geven, terwijl hij meerdere malen voor fraude is in opspraak is gekomen. En dat is precies het probleem in Nederland. Ik maak hier ernstig protest tegen, ernstig bezwaar tegen. Ik ben nog nooit in opspraak geweest vanwege fraude. De aantijgingen van de heer Öztürk, ja, typ ze zelf op. Typ ze zelf op. En duik in mijn verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij. Afgelopen, klaar. Dank u. En nou in de hoek. Dank u. Meneer, persoonlijke feit. Voorzitter, ik word hier min of meer bedreigend toegesproken. Dit vind ik te ver gaan. De tijd dat de PVV hier zomaar over bevolkingsgroepen kon praten, die tijd is klaar, voorzitter. Denk eens hier, denk eraan. Ga lekker naar huis. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Nijkerk en de Haan namens de VVD. Dit is het niveau, dit is niet het niveau waarop Kamerleden, volksvertegenwoordigers zich moeten gedragen. Ja, voorzitter, dank u wel. Voordat ik begin wil ik toch eerst wat zeggen over de orde van de vergadering. Ik vond het bijzonder ongemakkelijk wat er net gebeurde, van beide kanten. Ik zou toch een beroep op u willen doen om echt de orde te handhaven. Want ik ben er wel van geschrokken en ik heb net bij de bijdrage van mevrouw Nijkerken ook helemaal niet echt opgelet, omdat ik even zo onder de indruk was van wat er gebeurde. En mensen in het land verwachten wij gewoon van ons dat wij serieus de problemen oplossen. Dus dat wil ik toch even gezegd hebben, dat ik vind dat dit wat hier gebeurt dus echt niet kan. U mag reageren, meneer De Graaf, zonder dat het weer escaleert, hoop ik. Uiteraard, voorzitter, maar ik heb er net mijn mond gehouden. Ik denk, laat ik nou even rustig afwachten. Tuurlijk had ik dat niet moeten zeggen, dat neem ik dat nog eens terug. Maar een politicus, iemand die zichzelf politicus noemt, een gekozen volksvertegenwoordiger, dat is het in ieder geval, die een betoog of een interruptie opbouwt, natuurlijk, kan een heleboel hebben. Ik moet een oud-collega, oké, kom maar op met die humor, dan moet ik een collega verdedigen die onterecht wordt beschuldigd. En vervolgens word ik zelf voor de 10e keer ongeveer door de heer Öztürk onterecht beschuldigd. Dan ben ik op dat moment ook even een mens en dan ben ik zo spuugzat dat ik iets te felle bewoordingen parlementair heb gebruikt. Dan bied ik mij hier aan de heer Raamaker en de rest van de Kamer mijn excuses voor aan. Maar het geeft wel aan dat niet elke multiculturaliteit een verrijking is van Nederland. En dat hebben we hier net een clash van meegemaakt. Dat is ook de koffie die gezet is van de maatschappij die we net hier gezien hebben. Nee, u heeft en die wordt soms vrij heet gedronken. Ja. En nogmaals, ik neem een aantal woorden daarvan terug. Ik had minder heftig moeten reageren. En de heer Öztürk, die zal ik voortaan links laten liggen. En ik vind het goed dat u die woorden ook terugneemt. Dat hoort ook in zo'n debat. Als iets uit emotie wordt gezegd en u heeft er spijt van of het was in de hitte van de discussie, dan moet u ook in staat zijn om daar excuses voor aan te bieden. En dat heeft u gedaan. Dank u wel daarvoor. Gaat u Ja, voorzitter, ik voelde de emotie bij mevrouw Becker over de aantijging inderdaad in de krant in Turkije. Ik was benieuwd wat ze vond van het optreden van de heer De Graaf, die in dit huis vorige week een collega Kamerlid bedreigde, die vervolgens op social media bedreigd werd door velen, inmiddels aangifte gaat doen. Hoe beoordeelt u die actie? Dat is ook niet aan de orde. Ik ga hier niet collega's de ruimte geven om elkaar te gaan bekritiseren. We hebben het hier over een ander debat en ik wil het eigenlijk daarbij houden. Ja. Ja. Een punt van orde. Ja? De heer De Graaf die stelt een vraag
in eerste aanleg over de heer Kuzu. U laat dat toe. U laat dat toe. Nee. Voorzitter, ik stel dezelfde vraag. U laat dat niet toe. U meet heel vaak met twee maten tussen. Denk aan de PVV. Ja. Dit is precies wat u nodig hebt waarschijnlijk voor het filmpje van Denk. Ja hoor. Ik vind het respectloos hoe hier met elkaar wordt gedebatteerd. En dit is niet de eerste keer. En ik had u graag vorige week hier gezien. Zodat u ook kan ingrijpen naar uw collega. En dit is geen Studio Aals meer. Dit is gewoon een parlement. Is de heer Kuzu van Denk het dan ook met mij eens dat hij, als hij Nederland oproept om, terwijl wij bevrijden daar, als hij Nederland oproept om te betalen aan Irak, dat hij dan ook niet gelijk Turkije, die we daadwerkelijk illegaal bezetten en bombarderen in Irak, om hen ook op te roepen om daarmee te stoppen en om daar ook bijdrage aan Irak voor te leveren? De heer Kuzu. Voorzitter, op het moment dat ik daarover zou gaan, zou ik daar een antwoord op hebben. Stuur uw vraag naar een Turks parlementslid. Ik ben parlementariër in Nederland. Doei. Oké, mevrouw de voorzitter, dat kan. Maar we spreken vaker, mevrouw de voorzitter, in tweede instantie, we spreken vaker over wat andere landen wel en niet doen als het gaat om mensenrechten. Ik zou graag aan de heer Kuzu willen vragen, wat vindt hij daar dan van? Zou hij zoiets, een oproep, als ik die dan zou doen, zou hij hem met mij willen steunen? Nou, de heer Kuzu die loopt terug naar zijn stoel, dus die heeft geen behoefte om een antwoord te geven. Dat is... Dat is niet democratisch. Zo werken we hier in Nederland niet, mevrouw de voorzitter. Ik zou toch wel de heer Kuzu willen vragen om te reageren. Mag ook vanuit de interruptiemicrofoon, hoor. Want het is toch altijd belangrijk om dat debat met elkaar te blijven voeren. Ik ben het zat dat een Kamerlid, hier in dit geval van het CDA, mij dat soort vragen stelt om zeg maar de link te leggen van een zogenaamd ander belang dan het belang van Nederland. Ik ben daar gewoon helemaal klaar mee. Ik wens daar geen antwoord op te geven. U bent lang over uw spreektijd heen. Ik heb nog een vraag aan de minister, mag dat? Er is een vraag aan u. Dat gaat mijn spreektijd verlengen, dat is wat prettig. U begrijpt nu hoe het werkt. De heer Öztürk. Mevrouw de voorzitter, we zien Forum voor Democratie zo weinig. Laat hem die vraag stellen. Hij komt wel heel af en toe hier. Laat hem die vraag stellen. Van harte gegund. Vindt u dat een passende opmerking? Mag ik er dan ook één maken? Even een persoonlijk feit. Kan het zijn dat de griffier akte verleent van de omstandigheid dat ik hier sta en dat het voor de fractie van D66 kenbaar is dat ik hier sta? Want ze kunnen heel slecht tellen daar. Maar de heer Öztürk die is ook de tellen een beetje kwijtgeraakt. Maar ik zie hem hier altijd. Dat moet ik hem nageven. Wat is er? Dat moet u zeggen. Nee, u mag uw vraag stellen aan de minister. U had wat vragen aan de minister. Aan de minister, ja. Kijk, wij zitten daar nu en ik heb gezegd, het moet maar even zo blijven, want het kan moeilijk anders. Maar nu we er toch zitten, moeten we ons inrichten op de situatie dat als de kruipdampen een beetje weg zijn geblazen, dat we toch een heleboel mensen ongeneeslijk daar tegen ons in het harnas hebben gejaagd. Burgers en IS-strijders. Nu we daar toch zitten, kunnen we dan zorgen met behulp van de coalitie dat iedereen, ook Nederlanders, die in gevaar is voor de Nederlandse openbare orde, daar blijft, daar wordt aangehouden, vervolgd en berecht. Wil de regering daar de nodige alle mogelijke stappen toe nemen? Want ik heb gezien in de brief dat men zich nu zal richten op de vervolging en de berechting van deze types die ik hier omschrijf. Dank. Dat was mijn vraag. Oké. De heer Öztürk. Ja, voorzitter, het is heel goed om een lid van Forum voor Democratie, als het gaat om missies, hier te zien en te kunnen bevragen. Want de laatste keer dat iemand van Forum voor Democratie hier was, was de heer Baudet met een veiligheidsvest. En die had het terecht punt dat onze militairen door het kabinet niet goed werden gefaciliteerd. Ik dacht, we hebben een bondgenoot, we kunnen in al die AO's, in al die debatten samen optrekken om het defensiepersoneel zodanig van voorzien van materiaal, zodat ze fatsoenlijk op missie gaan. Als de bewering van Forum voor Democratie zo is dat de militairen niet goed worden gefaciliteerd, hoe kunt u dan deze militairen naar een oorlogssituatie sturen? Nou, zodra wij klachten zouden krijgen van mensen die operationeel bezig zijn in de contraille waar we het nu over hebben en niet Mali, dan zullen wij de eerste zijn om met een model F-16 waar er van alles aan mankeert, u te confronteren met de gebreken aan dat vliegtuig, meneer Öztürk. Maar de F-16's, daar kunt u van op aan, want er zit een vlieger in, die is heel wat waard.
die wordt wel goed onderhouden. Tot slot. Denk heer, ik zo. Ja, tot slot. De heer, ja, die F-16's moeten ook gesteund worden door onze militairen. De laatste keer had de heer Baudet hier een heel verhaal. Dat ging en daarna heb ik hem niet meer gezien. Hij schijnt te vaak te zijn in dure hotels met extreemrechtse en racisten in gesprek te gaan, waar hij geen tijd meer heeft om onze militairen nou, hier ik kan u zeggen, dan draagt hij ook zijn gevechtskleding, hoor. Kunt u als Forum voor Democratie meer hier aanwezig zijn, om onze militairen te steunen, okay, dan alle tijd te besteden aan extreemrechtse en racisten in allerlei hotels. En dat was mijn vraag, voorzitter, maar ja, ik denk dat de heer Hiddema met mij eens is. Goed. Nou, ik heb de indruk dat onze F-16, als ze heel doelgericht werken, ook rechtsextremisten, maar dan geloofsfanaten, trefzeker zullen raken. Dat hopen we dan maar. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Heeft u er een beetje zin in? Zullen we maar beginnen dan? Lijkt me heel goed. Goed zo. Voorzitter. Mag ik beginnen met een soort van punt van orde? Het is het niet echt, voordat we aan dit debat beginnen, omdat er iets is wat mij deze zomer enorm heeft gestoord. En dat is een fractie hier in ons midden die vindt, die heeft gezegd, dat Nederlanders maar moeten oprotten uit hun eigen land, en ik citeer dat, voorzitter, als ze problemen hebben met de multiculturele samenleving. Dat zei de heer Kuzu van de fractie van DENK. En daarmee is het masker afgevallen, mevrouw de voorzitter. Dat is dus de echte agenda van de bende van DENK. Nederlanders moeten oprotten uit hun eigen land. En zover is het dus al gekomen met de staat van Nederland. In ons parlement zitten de heren van DENK verkleed in een net pak, die zeggen dat wij Nederlanders moeten oprotten. Die ervoor zorgen en ook dus willen dat wij vreemden in ons eigen land zijn. En ik zou tegen de heer Kuzu willen zeggen, rot zelf lekker op. U hoort hier niet thuis. U bent het vergif van deze samenleving en van deze democratie. Dit is ons land. Dit is niet uw land. Uw land is Turkije. Dit is Nederland. Wegwezen, meneer Kuzu. De heer Kuzu. Voorzitter, ik vroeg me af wat het ordevoorstel is van DENK en of we daar dan over gaan stemmen of zo. Maar volgens mij zit dat er niet in. Dat lijkt me ook niet handig. Maar voorzitter, in de eerste plaats. Ik heb heel duidelijk gezegd dat mensen die vinden dat jongeren die hier zijn geboren en getogen moeten oppleuren of oprotten, dat die wat mij betreft zelf een biezen kunnen pakken. En daar is de heer Wilders het levende voorbeeld van. En de heer Wilders, die werpt zich altijd op als de hoeder van vrijheid. Onlangs organiseerde hij nog een tekenwedstrijdje, waarin hij mensen wereldwijd opriep om cartoons op te sturen, om mensen, moslims, tot op het bot te beledigen. En de heer Wilders, dan vraag ik me af, hoe kan je jezelf opstellen als de hoeder van de vrijheid als je politieke partijen wil verbieden? Als je moskeeën wil sluiten? Als je Korans wil verbieden? Als je rechters wil ontslaan? De heer Wilders. Als je je eigen cartoons wil verbieden? Hoe kan je je dan opstellen als hoeder van de vrijheid? De heer Wilders. Nou, voorzitter, het gaat er niet om of u gelooft dat ik de hoeder van de vrijheid ben. Het gaat erom, en dat is mijn punt geweest, dat u, Nederlanders, en ik verzeker u dat een groot deel van de Nederlanders heeft problemen met die multiculturele samenleving. Dat u tegen die mensen zegt, als je dat vindt, als je daar problemen mee hebt, dan rot maar op met je eigen land. En dat is niet verteerbaar. Dit is niet uw land. Turkije is uw land als u dat vindt. En als wij in Turkije zitten en het bevalt ons niet, mag u ook tegen mij zeggen, rot op uit Turkije. Maar we zitten hier in Nederland. En Nederland is ons land. En u heeft tegen niemand te zeggen dat hij op moet rotten als hij niet vindt dat hij het eens is met de multiculturele samenleving. We hebben al een minister gehad, minister Blok, die zijn woorden in moest trekken omdat hij wat zei. En ik ga niet over het kabinet, maar ik ga wel over al die Nederlanders. Al die mensen die terecht problemen daarmee hebben. En ik laat die mensen niet door u wegzetten, meneer Kuzu. Voorzitter, de heer Kuzu. De heer Wilders bepaalt in dit land niet wie Nederlander is en wie niet. Ik ben Nederlands staatsburger, ik ben Nederlands parlementariër, of de heer Wilders dat nou leuk vindt of niet.
Maar wat hij hier doet is eigenlijk symptomatisch voor het gedrag van de PVV in de afgelopen 12 jaar. En daarmee valt het masker van de heer Wilders voor de zoveelste keer af. Het gaat hem niet om de islam als ideologie, het gaat hem om de mensen. En deze mensen, meneer Wilders, de generatie is veranderd. De generatie is mondiger geworden. Die laten zich niet meer wegzetten als, door mensen zoals u. Die hebben een eigen wil, die hebben een mening, die eisen hun positie in de Nederlandse samenleving op. En ik zou vooral tegen u willen zeggen, wen daar eens een keertje aan. De heer Wilders. Goed, voorzitter. Voor het voorstel hebben 61 leden gestemd, daartegen 74. Het voorstel is verworpen. We zijn klaar. Dank u wel. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Voorzitter, dank. We hebben in het algemeen overleg met de minister over van alles en nog wat rond discriminatie gehad. Onder andere over alles wat buiten deze Kamer is. Een werkgever die discrimineert, werknemers die zich gediscrimineerd voelen, mensen die tegen discriminatie aanlopen. Maar als CDA vinden we dat we ook gewoon de hand in eigen boezem moeten steken. Wat als wij nou in dit huis zien dat wij collega's hebben die andere collega's via sociale media aanvallen op het enkele feit dat zij een andere afkomst hebben. En wij zien partijen doen, waaronder bijvoorbeeld DENK, de NRC, de heer Bosma zou het lijfblad van D66 noemen. Maar de NRC heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd waar heel helder naar voren komt dat mevrouw Yesilgu Segerius, mevrouw Uzetok, de heer Uzdiel, collega's, zich gehinderd worden. Niet schreeuwen, meneer Özturk. Nee, niks, punt van orde. De heer Van der Molen heeft het woord en die maakt eerst een verhaal af. Gaat u verder. Dank u wel, meneer. Dank u wel, voorzitter. Als ik als Kamerlid lees in de krant dat ik collega's heb die zich geïntimideerd voelen, die niet in bepaalde wijken van Amsterdam durven te komen, die op een luchthaven in Turkije erop worden aangesproken door Nederlandse jongeren, dat die daar eigenlijk opgepakt zou moeten worden, dan worden er parlementaire normen overschreden. En op het moment dat deze Kamer niet het goede voorbeeld geeft aan de Nederlandse samenleving hoe wij zelf met mensen van een niet-Nederlandse afkomst omgaan, dan kunnen we hier niet overtuigend en met gezag van andere mensen vragen dat ze deze mensen wel op een juiste manier bejegenen. Dus het wordt tijd wat het CDA betreft dat wij tegen deze verachtelijke praktijken van DENK ook gewoon zeggen, zo lang kan dat niet. En voorzitter, in een aantal seconden die nu overblijven zou ik dan toch graag nog een motie willen indienen. Dan stel ik voor dat u eerst uw motie voorleest. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat discriminatie een maatschappelijk probleem is en dat de volksvertegenwoordiging bij het bestrijden daarvan een voorbeeldfunctie heeft. Constateren dat het in toenemende mate voorkomt dat collega-Kamerleden niet op basis van een inhoudelijke standpunt, maar primair op basis van hun afkomst door of namens andere collega-Kamerleden via filmpjes op sociale media worden aangevallen. Constateren dat zij door de bewuste wijze waarop zij door collega's tot doelwit worden gemaakt, haatmails, intimidaties en bedreigingen ontvangen en daarmee worden aangetast in hun functioneren. Spreekt uit, voorzitter, een uitspraak van de Kamer, dat zij de handelswijze om Kamerleden vanwege hun afkomst uit te kiezen en hen gericht via sociale media te intimideren ten stelligste afwijst en gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door mijzelf namens het CDA, maar alle Kamerleden die hier hun naam ook aan willen toevoegen zijn van harte welkom. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. De heer Özturk. Voorzitter, je had een punt van orde ingediend. Dit is een theater die van tevoren met elkaar is afgesproken. De heer Van der Molen heeft meer dan 2 minuten mogen spreken. U grijpt bewust niet in. U laat mij niet uitpraten. Als er discriminatie op dit punt is, dan zie ik dit. Dit is precies waar de burgers in de samenleving moeite mee hebben. Dat wij hier ons woord niet kunnen uiten. Dat hier uitzondering wordt gemaakt voor u. Dat u meer mag praten terwijl ik mijn zin niet mag afmaken. Als er 1 Kamerlid is die in dit parlement is bedreigd, dan ben ik het wel. Als u in uw motie ook dat had benoemd, dan had ik u een fair Kamerlid genoemd. Maar dit is een scène bewust om voor de verkiezingen een motie in te dienen om DENK te bashen. En daar trapt DENK niet in en heel Nederland niet in.
Over bessen gesproken, zelf doet u dat nooit, hè? Nee. U moet... Dank u wel, meneer Van der Molen. Dan ga ik nu tot slot naar de heer Jasper van Dijk namens de SP. Ja, voorzitter, ik ben het meneer Osterk eens dat we moeten onderzoeken waarom het inderdaad niet lukt om de vierde generatie migranten hier te betrekken bij wat de publiek omroep doet. Maar volgens mij is het probleem is dat op het moment dat die hun televisie met schotel aanzetten, ze niet bij Nederland 1 uitkomen, maar bij Turkije 1 uitkomen. Niet bij Nederland 2 uitkomen, maar bij Marokko 2 uitkomen. Volgens mij zit daar het hele grote probleem. En je moet niet gek opstaan te kijken dat als je jezelf vervreemdt van de Nederlandse samenleving, dat je dan vervolgens niet herkend wordt in de Nederlandse samenleving. Volgens mij zit daar het echte probleem. En dat zou Denk Sieren, als ze dat nou eens zouden adresseren. Niet de NPO is het probleem, al die schotels zijn het probleem, voorzitter. Heer Usturk. Voorzitter, die vervreemding, hè, laten we dat ook eens een keer bespreekbaar maken. Hoe komt dat? Waarom gaat iemand die derde, vierde generatie in Nederland woont, hier geboren, getogen, opleiding heeft gehaald, topopleiding heeft gehad, zich vervreemden? Hoe komt dat? Denk eens goed na. Nee. De mensen kijken niet meer naar de schotels. De eerste generatie kijkt naar de schotels. De tweede en derde en de vierde generatie voelt zich niet thuis, omdat er een aantal partijen daar een verdienmodel hebben gemaakt. Zoals een aantal televisiekanalen. WNL. Okay. Hun verdienmodel. Ik heb mijn antwoord niet gegeven. Ik ben hier degene die probeert die antwoorden enigszins kort en bondig te houden. En een deel van deze discussie hoort in een ander debat thuis. Dus meneer Usturk, als u nog een paar zinnen antwoordt op de heer Aerts, dan kunt u verder met uw betoog. Want er zitten aan onze rechterzijde ook nog twee gewaardeerde collega's die hun bijdrage willen leveren. We hebben eindelijk een goede discussie. Dat kan ook bondig. Het hele land zich mee bezighoudt. We hebben eindelijk een onderwerp waar we eens een keer met elkaar ergens kunnen vinden. We worden ook onderbroken. Was het stil. Meneer Usturk, kunt u verder gaan met uw betoog? Ja, ik vind dat ik de ruimte moet krijgen om op een fatsoenlijke manier antwoord te ook. Krijgen. Okay. Die vervreemding, voorzitter. Ja, voorzitter. Het lijkt wel of de heer Ascher onlangs in de politiek is getreden en dat hij het licht heeft gezien. Maar er zijn partijen, zoals Denk, die al jaren zien dat institutioneel racisme natuurlijk een groot probleem is. Ik heb even gekeken naar de moties van de heer Ascher, want het komt toch mij een beetje over als een wat goedkope babbeltruc. Ik heb gekeken naar dat wat hij wil, namelijk afrekenbare doelen. Ik zie moties over duidelijke streefcijfers met betrekking tot het voorkomen van discriminatie op te stellen. Daarvan heeft de PvdA gezegd, stemmen we tegen. Discriminatie zou een reden moeten zijn aantoonbaar voor ontslag. PvdA tegen. Nationaal actieprogramma uit 2016 om discriminatie jaarlijks te meten. PvdA tegen. Verzoekt de regering maatregelen treffen om gemeenten te faciliteren. Om beveiliging van moskeeën tegen te gaan. Ook een belangrijk verhaal. PvdA tegen. Medewerkers van uitzendbureaus zouden eigenlijk een soort eed moeten afleggen dat ze discrimineren. PvdA tegen. Verdubbeling van de strafmaat voor groepsbelediging. Tegen. Voorzitter, ik zie op heel veel moties en ik heb er een heleboel. Daar heeft de PvdA tegen gestemd. Dus de daden staan in schril contrast met de mooie woorden die de heer Ascher gebruikt. En ik vraag hem af, hoe kijkt hij daarop terug? De heer Ascher. Ja, voorzitter, dit is precies wat je in zo'n debat volgens mij niet moet doen. De heer Azarkan weet heel goed dat de Partij van de Arbeid een lange traditie heeft van strijden tegen racisme. Dat wij ons daar altijd fel en duidelijk over hebben uitgesproken. Dat we ook veel hebben gedaan in de strijd daartegen. En hij komt hier nu als bewijs voor het feit dat we dat niet doen met een aantal moties van zijn eigen partij waar we tegen hebben gestemd. Ik vind dat helemaal niet zo overtuigend. Ik wil heel graag het gesprek aan over wat we nog meer kunnen doen. Daar is dit debat ook voor bedoeld. Volgens mij gaat dit debat over wat we met elkaar als Kamer voor verbetering in het beleid kunnen aanbrengen, wat we het kabinet kunnen meegeven. En daar ben ik hier oprecht mee bezig. Dus ik vind zelf deze meetlat van de heer Azarkan over hoe ik dat of hoe de Partij van de Arbeid dat heeft gedaan helemaal niet zo interessant. Kan het beter vast? Volgens mij zijn we hier bij elkaar om het daarover te hebben. De heer Azarkan. Ja, voorzitter, maar dat is echt te makkelijk. Ik vind dat we als politici verantwoordelijkheid hebben. Meneer Ascher heeft dat ook. En als ik ook kijk naar de bijdrage van bijvoorbeeld de heer Samson, vorige partijleider, die zelf zegt Marokkanen hebben een etnische monopolie op criminaliteit. Kijk naar de heer Spakman, vorige voorzitter. Marokkanen moet je, zoals hij zo zei, die moet je
vernederen voor de ogen van hun soortgenoten. Dan word je als soortgenoot gezien. Wat ik merk, voorzitter, en de heer Asscher heeft dat ook gedaan in zijn vorige periode, daar is er veel over gezegd, een vals onderzoek, voorzitter, waardoor mensen nu uitgesloten worden. Waardoor 86% van de Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders, zo'n 82%, ten onrechte worden weggezet als terrorist. En ik zeg tegen meneer Asscher, dat kan niet weg willen stoppen. Maar feit is, voorzitter, dat mensen op basis daarvan, van die krantenkoppen waar de heer Asscher verantwoordelijk voor is, worden afgewezen. En ik vind dat hij die verantwoordelijkheid heeft. Dus ik zou graag willen zeggen, bied daar ook gewoon excuses voor aan. Dan kunnen we het achter ons laten. De heer Asscher. Voorzitter, dit is toch wel schunnig, hoor. Dit is toch echt wel schunnig. Ik probeer goed antwoord te geven op de vraag met die stapel moties die de heer Asscher heeft voorbereid. En nu gaat hij mij verwijten dat het te makkelijk is. U gaat hij op tamelijk hoge toon hier van mij excuses aanbieden. Voorzitter, hoe zullen we het nou krijgen? Voorzitter, Saadet Karabulut, Zini Özdil, Sultan Gunno, Keklik Yücel, Khadija Arip. Talloze, fatsoenlijke volksvertegenwoordigers die hier hun werk doen. Nevin Öztürk, die door de partij Denk van de heer Azarkan etnisch geprofileerd zijn. Op filmpjes, tot aan de Turkse televisie aan toe. Mensen hebben bedreiging ontvangen. Mensen zijn uitgescholden. Hun familie kwam in problemen. Allemaal door de partij Denk van meneer Azarkan. Over etnisch profileren gesproken. Ik probeer u beleefd antwoord te geven op een vraag. En dan gaat u mij verwijten dat het makkelijk is. Ik wacht uw excuses af in uw termijn, meneer Azarkan. En dan kunnen we eens kijken of we het verleden achter ons kunnen laten. Etnisch profileren door een politieke partij van collega-volksvertegenwoordigers in het Nederlandse parlement. Ja, voorzitter, deze... Voorzitter? Ja, de heer Azarkan. Heb ik... Ja, dank voorzitter. Voorzitter, deze gespeende emotie... Deze geveinsde emotie, die slaat helemaal nergens op. En dat weet de heer Asscher ook. De heer Asscher weet dat. Want hiermee ontloopt hij zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij was het die als minister een vals onderzoek liet uitvoeren. Terwijl de directeur van Motivation zei, dat moet u niet doen. En ik weet nog dat ik het onderzoek las, voorzitter. En mensen kwamen naar me toe en die zeiden, 86% van de Turken die weggezet wordt als terrorist. Daar bent u verantwoordelijk voor, zeg ik tegen u, voorzitter. En het nou omdraaien. En denk, op deze manier wegzetten. Voorzitter, dat geeft geen pas. En het ontloopt de werkelijkheid en het ontloopt ook de verantwoordelijkheid die er als je zelf moet dragen. Ja, voorzitter, de heer Azarkan vindt mijn emotie gespeend. Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Ik geloof niet dat ik heel vaak boos ben. Zeker niet in dit huis. Ik ben best een rustig type. Maar ik heb ongelofelijke hekel aan om volksvertegenwoordigers die niet... de rol hebben zoals ik hem heb en de heer Azarkan, dat je steeds voorop loopt, die gewoon hard hun werk doen, dat die zo verschrikkelijk te kakken zijn gezet door de partij Denk. En dat wilde ik even kwijt, ja, klopt. Ik wil het ook best hebben over wat er in 2013 en 2014 gebeurd is. Prima. Ik wil het ook zeker hebben over de dingen die ik niet goed heb gedaan. Er zijn er heel veel van, daar probeer ik altijd eerlijk over te zijn. Probeer ik het beter te doen. Maar dat je anderen verdacht maakt in hun integriteit, in wie ze zijn, in hun identiteit. Dat is precies het probleem waar we het hier over hebben. Dat is precies waar dit debat over moet gaan. Mensen reduceren tot een deel van hun achtergrond en ze dan te kakken zetten. En dat als partij van de verbinding, hè? Daar is niks gespeens aan. Dat is iets wat ik u oprecht kwalijk neem, omdat ik weet wat de gevolgen zijn geweest voor onze collega's. En u weet het zelf ook. Ja. Dan kijk ik of ik geen vragen... Ja? Ramadan. Het is elke jaar op een andere dag. En volgens mij is dat ook verschillend. Hè? Ja, sommige op woensdag, sommige op dinsdag. Maar ik vind het... er zijn heel veel feesten waar sommige mensen graag gebruik van willen maken. Maar ik vind dinsdag een belangrijke kamerdag. En ik laat het ook... zo. Dus wij vergaderen gewoon op wat is het, suikerfeest. En dan is het Ramadanfeest, inderdaad. En bent vrij natuurlijk om zelf wel of niet aanwezig te zijn. Maar om dit nu te gaan regelen, daar zie ik op dit moment en ook op later moment niks in. Het spijt me. Meneer Öztürk wil daar graag nog even op reageren. Het is wel een pijnlijk moment, voorzitter. Dit is echt een pijnlijk moment. Bedrijven, scholen, instellingen doen dit al decennia lang. Rekening houden met feestdagen van anderen. We hebben het hier over
wederzijdse acceptatie. We hebben het hier over sociaal omgaan met elkaar, rekening houden met andere geloofgemeenschappen. En de Kamervoorzitter die dan nu de vraag krijgt van kunnen wij één keer per jaar een stemming, een dag uitstellen om uiteindelijk naar het land te laten zien, naar 1 miljoen mensen te laten zien van ook wij houden rekening met u, met uw feestdagen, zegt u van doe ik niet. Het is een pijnlijk moment en ik neem aan dat wij dit ook in de Kamer tot stemming moeten brengen, voorzitter, of de Kamervoorzitter hier de steun van de Kamer krijgt of niet. Dinsdag is een Kamerdag. Dinsdag komt de Kamer bijeen, vindt het mondelinge vragenuur plaats, vinden stemmingen plaats, vinden debatten plaats. Iedereen is vrij om die dag vrij te nemen of niet. Maar ik vind het wel, als wij ook dit soort kwesties op deze manier gaan politiseren, van het is pijnlijk en het is jammer enzovoort. Het staat u vrij om niet dinsdag te komen. Maar ik denk, misschien zijn 149 Kamerleden wel bereid om die dag wel in de Kamer aanwezig te zijn en te vergaderen en te stemmen. En dan is het ook aan mij om ook voor die Kamerleden te zeggen dat zij ook hun werk moeten en mogen kunnen doen. En u wilt, omdat u Ramadan viert, dat iedereen ook, of einde van de Ramadan, viert, iedereen dat moet vieren. En het is toch een individuele kwestie. En het is ook aan u om te bepalen of u komt of niet. Maar dat kan ik niet voor de rest van de Kamer gaan beslissen. Ik heb best wel een beetje macht, maar dit gaat me net een beetje te ver. Dank u wel. Voorzitter. Meneer Usturk. Tweede termijn. U hebt twee keer hierop gereageerd. Eén keer. Voorzitter, het is een belangrijk punt. Dat is een belangrijk punt. Dit was dat moment, naar mijn mening, waarmee de Kamervoorzitter een brug kon slaan. Vooral in deze tijden. Vooral in een tijd waar heel veel discussie ontstaat. Dat laat ze liggen. De reden zullen we later horen waar het dan ligt. Maar denk, voorzitter, zal ervoor zorgen dat er een stemming komt. Zodat iedere burger in Nederland weet wie voor de verbinding gaat en wie niet. Goed. Dat staat u... Ja, sorry. Dat staat u vrij, want u zat net ook te zeggen dat u monddood wordt gemaakt, dat u tweederangs Kamerlid bent, maar het staat u vrij en wij leven in een democratie dat u een motie indient en dan ook daarover een stemming vraagt. En het staat ook andere Kamerleden vrij om daar voor of tegen te stemmen. En daar ben ik wel trots op dat het in onze democratie wel mogelijk is. Dank u wel. Wel, een van onze belangrijkste taken als Kamerlid is dat we besluiten nemen. En dat doen we wekelijks, op dinsdag. We stemmen over moties, amendementen en wetsvoorstellen. En wat is uw maar vraag? Volgende week, dinsdag echter, voorzitter, is het Ramadanfeest. En hierdoor kunnen een aantal Kamerleden, waaronder ik, niet aanwezig zijn. En in onze pluriforme multiculturele samenleving is het van belang om rekening met elkaar te houden. Ik ga kijken wie hiervoor is. Nee, mevrouw, voorzitter. Nee, u heeft, nee, dit is een regeling. Ik heb nog geen, ik heb mijn verzoek nog niet gesteld. Nee, u vraagt om uitstel en ik ga gewoon kijken. Ik vraag om uitstel en ik zou het ook belangrijk vinden dat wij als parlement, maar dank ook als individuele Kamerleden, het goede voorbeeld kunnen geven en een stukje rekening houden met elkaar. En, dank u wel, meneer Kouzou. Graag ik geef gedaan, mevrouw. U heeft het woord. Voorzitter, geen steun. Nederland is geen islamitisch land en dat gaan we niet worden ook. De heer Fritsma. Geen steun. De heer Van Raak. Voorzitter, ook wij hebben onze feestdagen, de erkende, dan zit de Kamer dicht, de niet erkende, dan functioneert de Kamer gewoon, dus gewoon stemmen dit. Even een punt van orde. Dit punt is gisteren bij de behandeling van de raming van de Kamer aan de orde geweest. Daar was ook geen meerderheid voor. Intussen zijn alle... Er zijn allerlei stukjes uit de raming ook geknipt waaruit blijkt dat de Kamer geen stemming wil uitstellen en op YouTube en op Facebook gezet. Dus ik weet niet wat de meerwaarde hiervan is. Maar zoals u nu ziet, de hele Kamer heeft daar geen behoefte aan op dit moment. Voorzitter, ik wil even een punt van orde maken. Ik was gisteren bij de raming. Ja. Daar is, er was de heer Usturk, ik geef u het woord. U neemt niet het woord zonder dat ik het u geef. Punt van... De heer Kouzou. Voorzitter, een punt van orde gaat volgens mij altijd voor. En dat moet via de voorzitter en niet dat u zomaar het woord neemt. De heer Usturk.
Voorzitter, punt van orde. Ik wil iets rechtzetten. Ja. Gisteren was er geen stemming. Ik heb een vraag gesteld aan u als Kamervoorzitter. En u heeft uw vraag beantwoord. Dus ik wil rechtzetten. Er was gisteren geen stemming. Dus gisteren is het aan de orde geweest, maar geen stemming. U had geen stem. Van u niet. Nee. De rest, u had geen steun van u. De rest dank hebben gestemd. Dank u wel. En u heeft selectief stukjes uitgeknipt en op YouTube gezet. En dat doet u niet voor de eerste keer. Dat heeft u een paar keer gedaan, ook bij collega's. En daar moet u echt mee ophouden. Voorzitter, iets meer rekening houden met elkaar mag. En ik vraag me af, waarom bent u zo boos? Omdat u eigenlijk de regels die wij met elkaar hier afspreken niet respecteert. Nee, de regel is dat wij een regeling kunnen aanvragen. En op het moment dat wij een regeling aanvragen, 10 seconden, 15 seconden dank de tijd. U wel. En u kapt het af. En dat vind ik ook niet zo chic. Dank u wel. Maar ik weet voldoende, voorzitter. Weet dank u wat wel. Niet chic is? Dat u uw stemmingen aanvraagt, een hoofdelijk stemming, en collega's met knip- en plakwerk op YouTube zet. Dat is niet chic en dat is Kamerlid onwaardig. Mevrouw Keizer. Mevrouw Keizer heeft het woord. Mevrouw Keizer heeft het woord. Dank u wel. Mevrouw Keizer. Voorzitter, ik wil u van harte ondersteunen in de woorden die u net spreekt. Gisteren ook aan het eind van het debat werd er door de EU-stuk gezet. We zullen zien wie er morgen voor verbinding gaat en wie niet. Ik vind het jammer dat de heer Öztürk en de heer Kuzu dit op deze manier doen. Meneer Kuzu, er is geen meerderheid. Er is niemand in de Kamer die het met u eens is om de stemmingen volgende week dinsdag uit te stellen. Dus, ja, ik stel hetzelfde vast, voorzitter, maar ik vind het ook wel frappant dat een aanvraag voor uitstel van stemmingen uitmondt in een discussie over de stijl van Kamerleden en over een ander thema, discriminatie en racisme. Dat moet u zo nodig zeggen. Dank u wel. Dat vind ik heel erg. Dank u wel. Totaal andere invulling van het partijleiderschap hanteren wij, denk ik. Maar voorzitter, nog niet zo lang geleden. Dus 2 jaar geleden had de heer Baudet zijn maiden speech hier in de Kamer. En dat begon met wat gebrabbel in het Latijn over het partijkartel. En inmiddels zien we dat in een korte periode een aantal nieuwsberichten zich hebben opgestapeld. Ik noem er even een paar. En mensen worden de partij uitgesmeten. Een privéjet naar Ibiza. Planten voor 9000 euro. Ik vraag me af of er een politieke partij is hier in de Kamer die planten heeft voor 9000 euro. Voorzitter, is dat nou het nieuwe partijkartel van de heer Baudet? Ja, het is een beetje alles op de grote hoop. Hè. Er wordt van alles nog wat bijgehaald, weet ik wat al. Maar, dat heb ik afgekeken bij de heer Baudet. Wij hechten inderdaad zeer aan groen. En we vinden het belangrijk om te investeren in planten, in bomen, dat soort zaken. Daarnaast, ik sta helemaal achter de gedachte die een beetje spreekt uit de vraag van de heer Kuzu. Namelijk dat Forum voor Democratie inderdaad een vernieuwende beweging is die voorop loopt in transparantie, nieuwe politiek en ambitie. Voorzitter, God, Allah, in welke God je ook gelooft of je ook helemaal niet gelooft. Laten we ons behoeden van het feit dat Forum voor Democratie de macht zou krijgen. En dan zou het dus normaal zijn om met een privéjet naar Ibiza te vliegen, met journalisten, met allerlei andere dingen te doen die de schijn van belangenverstrengeling... Ah joh, houd toch op, wat een kletskoek. Nee, voorzitter, het is helemaal geen kletskoek. Het zijn serieuze, reële vragen. De heer Baudet kan dat afdoen als kletskoek, maar is het nou niet eigenlijk gewoon een poging geweest in de afgelopen periode van de heer Baudet om zeg maar een onderdeeltje te worden van het partijkartel? Om daar onderdeel van te zijn. Dat het voor hem eigenlijk een soort van een spel is waar hij gezapig aan heeft meegedaan. Nee, dat denk ik niet. Ik herken me niet in dat beeld, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, ik denk dat heel veel mensen zich wel herkennen in dat beeld. Want het is nogal raar als je met een privéjet naar Ibiza vliegt. Als je planten haalt voor 9000 euro en dat vervolgens gaat afdoen met ja, wij houden van groen. Dat je dan vervolgens ook nog tegen een collega zegt, ja, als je vragen hebt aan mij, stuur een mailtje. Voorzitter, een ernstigere vorm van partijkartel heb ik niet mogen constateren. Oké, even kort dan. Ja, dus, blijkbaar wil de heer Kuzu Baudet, voorzitter, de heer Baudet zou eigenlijk nooit meer het woordje partijkartel in zijn mond mogen nemen. De heer Baudet. Ja, ik vind het allemaal. Het heeft natuurlijk
allemaal niet zoveel met elkaar te maken. Maar één, kijk, wie geïnteresseerd is, ben van harte welkom hoor. Maar bonnetjes over interieurdingen, bloempotten, planten, bureaus, stoelen, weet ik hoe dan. U bent van harte welkom om te komen kijken. Het is echt helemaal geen enkel, helemaal niks aan de hand, helemaal niks raars. Twee, ik heb al aangegeven, we zullen bekijken wat men precies wil weten van wanneer je met vrienden waar naartoe op stedentrip gaat. Allemaal best, tot je dienst. Dat zal ik intern bespreken. En drie... Ja, ik zie werkelijk niet, ik zie werkelijk niet waar de ophef zo over is. Maar ik heb al gezegd, ik zal bespreken wat de afspraken zijn van de Kamer om dingen wel of niet te vertellen. De ene keer ga ik misschien met iemand achter op de fiets mee en iemand anders heeft misschien een vliegtuig waar je mee kan. Dat heb je dus leuk. En het derde punt, het is niet zo dat stuur maar een mailtje, dan krijg je misschien antwoord op mijn opvattingen. Nee, wat ik heb gedaan is de noodzakelijke beslissingen genomen om de integriteit van de partij te beschermen. En vervolgens het bestuur uitgebreid, waarbij we een scheiding van taken hebben afgesproken. En ik denk dat dat heel gezond is. Dat hebben we alle politieke partijen, waarbij de politiek leider verder niet gaat over... De uitwerking van organisatorische zaken. Bijvoorbeeld Dijkhoff of Rutte gingen ook niet over kwesties rondom Henny Keizer eindeloos spreken. Daar ging dan de partijorganisatie over. Dus dat is volgens mij een normale gang van zaken in elke politieke partij. En ik heb erover gezegd wat ik daarover te zeggen heb. De heer Jetten. Ja, voorzitter, ik zal de heer Baudet even verlossen uit dit gênante momentje door een ander onderwerp aan te snijden.